in Stockport County. Wat gaan we hier doen, Mart? Ja, we zijn bij het trainingscomplex van de Oranje Leeuwen in de gym. Yes. We mogen naar de training zo meteen. Ja, en we gaan even mensen interviewen van Domslaar en Leuchter. Ja, zin in. Hoi Daphne. Hey, maar je had net een interview in het Engels, toch? Ja. Hoe is jouw Engels? Het is oké, ja, het is oké. In het begin was ik wel echt van, oké, dit moet ik het Engels doen, dus ik moet wel even omschakelen of zo. Ja. Dat was de eerste keer ooit in het Engels, maar op zich komt er wel een beetje in. Dus... Ik wil namelijk iets heel lulligs zeggen. Oh. Er staat een typfout in je laatste caption. Ja, dat... Oh shit. Dat kan je nog aanpassen, hè? Ja, stuur maar door dan. Stuur maar... verkeerd. Ja, ik volg je. Ik dacht nog, ga ik het commenten? Dacht, nee, ja, doe maar. Lullig. Ja, mijn Engels is wel goed, maar misschien schrijf je dan iets minder. Ja, er moet een R na de A. Oh, dan heeft Google Translate echt verkeerd gedaan. Maar hey, die wedstrijd. Ik was eigenlijk enorm onder de indruk. En ik had het gevoel dat die bal die jij van heel dichtbij pakte op de 5 meter, dat het een beetje Stekelenburg tegen Brazilië was, Sillissen tegen Spanje. Dat het zo'n wedstrijd, zo'n bal was, als je hem niet pakt, ga je eruit, is het toernooi klaar. Ja, dat zou wel hebben gekund, ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik denk dat het wel belangrijk was dat ik hem had en dat het daardoor wel die 2-1 kwam inderdaad, ja. Hey, thanks. Ja, bedankt. Fijne dag. Ja, hoe voel je? Je hebt natuurlijk best wel een heerlijke wedstrijd gehad. Mm-hmm. Hoe zit je er nu in? Ja, wel goed natuurlijk. Ik bedoel, inderdaad, goede invalbeurt, 2 doelpunten. Belangrijk voor het team geweest, dus ja, natuurlijk, dat is wel lekker. Yeah. Wat heb je dan nog zo'n besefmoment? Ik bedoel, 3 jaar geleden of zo tekende je eerste contract, mm-hmm. Nu hier. Ja, als je zo terugkijkt, dan is het wel snel gegaan. En ja, ik ben alleen maar blij dat ik hier ben en dat ik deze ervaring mee mag pikken. Want wist je van tevoren dat je erin zou komen? Nee, ik moest warm lopen en opeens kwam Niels kwam naar me toe en hij zei, maak je maar klaar en toen moest ik erin. Dacht je toen niet van oho? Nee, ja. Ik moest toevallig nog even naar de wc. Dus ik ging even snel naar de wc en toen gewoon snel hesje uit. Even scoren. Schemers om en erin, ja. En volgens mij ben je best wel nuchter. Hoe zit jij in penalties? Penalties, ja. Ik kan wel een penalty nemen, dus... Zou jij het erg vinden als je er in de 115e minuut inkomt, komend weekend, om alleen een strafschop te nemen? Nee, dat zou ik niet erg vinden. Maar je hebt gezien hoe het met Saka en Rashford ging, toch? In het EK bij de mannen? Nou, hallo. Ja, tuurlijk. Maar ja, je moet gewoon vertrouwen op je traptechniek. En ja, dat moet wel goed komen dan, hoop ik. Nou, succes. Thanks voor je tijd. Ik ben benieuwd naar je penalty in de... Ik weet niet of die komt. Stiften. Ja. Dat was hem. Lekker gebabbeld, toch Mart? Ja, zeker. De taalnatie in jou die is helemaal naar boven gekomen. Nee, welke natie? Oh ja, van de caption. Ja, sorry, maar ik zat hier al 3 dagen mee. Ik zag het na die wedstrijd meteen. Ik zei het meteen tegen jullie. Ik zei, Maar ga je het ook nu naar sturen? Ja, als hij het niet aanpast, dan kom ik weer even terug. Nee, dus iedereen die ooit nog een spelfout ziet in een Instagram post of een tweet van Audrey, even opletten. Even doorsturen. Doe maar hoor. Ja, en dan verder, Romy Leuchter, nuchtere meid. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Die 2 goals heeft gescoord. Romy Nuchter. Leuk. En nu gaan we naar Frankrijk. Ja. Daar zie je de Eiffeltoren. Daar ongeveer gaan we heen. We zijn er. In Frankrijk. Arrivé. Jawel. Hey, in het beste Frans. Hoe lang heb jij Frans gehad op de middelbare school? 3 ans. Zo. Ik volgens mij 4, maar ik weet er weinig meer van. Oh. Wat ik wel je weet. Je pas laten vallen. Ja. Nou, ik kan na 3. Nou, goed voor jou. Maar wat ik wel weet, is dat het super mooi is hier. Ja. En dat de Fransen bijna gaan trainen. En daarvoor zijn we hier natuurlijk. Want dat willen we even bekijken. Ja, en jij als expert, wat verwacht je van de Franse ploeg? Als Frankrijk expert. Ja, als correspondent. Correspondent. Zou ik het dan in het Frans vertellen? Nou. Nee, gaan we niet doen. Nou ja, Katoto is er natuurlijk uit. Dus dat is wel een dompertje voor de ploeg, denk ik. We hebben net Miedema weer terug. Maar ja, Mart is weer weg, dus wat dat betreft. Jij zegt het kan. Het kan. Want de boekies die vinden Frankrijk de favoriet. Op papier gaat Frankrijk winnen. Maar de wedstrijd wordt op gras gespeeld. Toernooien staan nooit op papier. Precies. Dus ja, ik ben benieuwd. Eigenlijk, ze gaan nu rennen, dus we gaan ze even scouten, denk ik. She got more friends and needed to go.
We're quite afraid of you in the Netherlands. Do you understand that? Sorry? We think you're the favorites this game, that you have a lot better squad than we do. I don't think so, because there is a big, big problem for our French team. The French team has blocked to the quarterfinal during 10 years. Yeah. And it's mental problem for the French team. Yeah. So we're going to win? I think so. I think so, because it's a quarterfinal. We have a lot more confidence now than we had. So we might beat you this weekend. So what do you think about Henri and Samana being selected? It's the choice of Corinne Diacre. It would be impossible to have Corinne Diacre and Amandine Henri and Eugenie Le Sommer in the same team. Yeah. So if we win, you're gonna start something to get the Bonds coach out? It's a good question. You have to. In France, we are starting to talk about this, because Corinne Diacre is her contract is finished after the Euro. And are we gonna renew it or not? I don't think so. Hallo postbode Siemen. Ik heb hier heel lang op gewacht. Ik krijg hier een beetje een banaan flashback van. Anyways, ja, we zijn bij Frankrijk geweest, we hebben met een journalist gesproken. Anthony, en de persverlichting, ik moet zeggen, de persverlichting, ik ben een klein beetje verliefd. Ja, daar had ik ook een beetje last van. Ja. Maar, Een supermooie vrouw is het. Ja. Maar daar zijn we hier niet voor. We zijn hier natuurlijk Get to the point, Mart. Voor het nationale elftal. Ja, want wat wou ik zeggen? Ik heb nu ineens het idee dat we wel kunnen winnen zaterdag. Ja, die Fransen die zijn altijd een beetje arrogant, vol zelfvertrouwen. Maar die hadden eigenlijk het idee dat Nederland minimaal gelijkwaardig was. Ja. Ik denk dat die allure van Oranje er nog steeds niet af is. Nee, dat blijkt wel. En dat doet me goed, want ik had eigenlijk al rekening gehouden met een vliegticket naar huis maandag. Ja, is allure een Frans woord? Denk het wel, hè? Nou, maakt niet uit. Ik zeg, we gaan er vandoor, want Spanje speelt vanavond tegen Engeland. En dat is een hele goede pot. We zijn bij Piccadilly Gardens in Manchester. We hebben er even over gedaan, we waren niet op tijd. Ja, een beetje jammer. Maar het is 0-0, alles kan nog. Tweede helft is zo meteen. En ik vertrouw Mapileon. Spanje gaat hem pakken. Ja, nou, ik droom van Nederland-Engeland als finale op Wembley. Dus ik hoop op Wiegman en Co. We staan hier op een soort huistuin en keuken Erasmusbrug. Ja. Voor het Macron Stadion van Bolton Wanderers. Jawel. Ik heb een beetje dubbele gevoelens. Ik ben nog een beetje verdrietig van gisteren. Van Spanje? Maar we mogen hier naar binnen, heb ik gehoord. Dus dat koestert mijn hoop. Dat koestert Is dat Nederlands? Wel. Het waren Nederlandse woorden. Of ze echt in de zin pasten. Nou ja, goed, dat mogen anderen bepalen. Maar goed. Moslims die moeten een keer in hun leven naar Mekka. Nou ja, als liefhebber van JJ Okocha moet je een keer naar dit niet zo hele mooie jaren 90 stadion. Maar we mogen wel naar binnen. We zijn hier op een best wel hele vette plek. Ik weet niet hoe het met jou is. Jij hebt een beetje hoogtevrees. Ja, ik heb een beetje hoogtevrees. Als je zo een beetje beweegt, dan trilt dit hockey. Maar ja. Goed, het is een hele vette plek. En je kan uitkijken over het stadion. Ja, ik kik dus wel een beetje op hoogtes. En ik heb altijd al gehad dat ik dan die dingen boven me zag hangen als ik in een stadion was. En nu vind ik het erg leuk dat ik erop sta. Ja. En ik vind het gewoon een heel sick stadion. Ook hoe je zo die bergen daarachter ziet. En overal nog shit van vroeger en zo. Vette spelers. Want wie ben je allemaal tegengekomen in de gangen? Nee, Anelka. Anelka natuurlijk, de grote JJ Okocha, de heilige. Jouw favoriet? Ja man, wereldvoetballer vind ik dat. Echt, nou ja goed, iedereen die zal hem wel kennen en iedereen zal wel eens op YouTube kijken. Maar dat is, en Gary Speed natuurlijk, tragisch overleden. Hierro van Real Madrid, het is echt een soort museum zijn die Engelse stadions altijd. En dat vind ik wel heel sick.
Zo. Ik vind het hier heel mooi, maar toch moeten we gaan. Het is de hoogste tijd om te gaan naar onze twee ontzettend goede vriendinnen, Sjakkie Groene en Lynn Willems. Jawel, want die gaan bellen. Die gaan wij bellen, ja. Die kan je natuurlijk niet laten hangen. Nee, als Sjakkie Groene en Lynn Willems voor je klaarstaan, dan haast je je naar huis. Precies, dus dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Let's go. En verwacht je bij Frankrijk, verwachten jullie als team ook dat je dat eigen spel weer gaat proberen te... Natuurlijk ga je proberen, maar verwacht je dat ook weer te kunnen spelen grotendeels? Ja, absoluut. Kijk, wij weten gewoon dat Frankrijk een hele goede ploeg is. Ik denk als wij een echt team zijn, als we echt gewoon een team zijn en voor elkaar werken, dan zijn we ook een goede ploeg. Wij zijn sowieso ook een goede ploeg. Dus ja, we willen gewoon ons eigen spel gaan spelen, absoluut. Ja, jij bent natuurlijk ook best wel van een beetje een mooie actie en zo. Ik vraag me dan af, want als je in het stadion zit, dan hoor je dat publiek daar heel enthousiast van worden. Merk jij dat ook, als je dan iemand passeert met een kruifturn of zo? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat je dat ja, je hoort dat heel soms hoor je wel eens iets, maar over het algemeen hoor ik vrij weinig op het veld. Omdat je zo in een soort modus zit en zo. En het is heel gek, soms kan ik echt mijn teamgenoten heel helder horen, maar kan ik de rest, krijg ik eigenlijk niks mee. Dus ik denk dat je toch in een soort bepaalde modus schiet om alleen de belangrijke dingen op dat moment zeg maar mee te krijgen. Voor het toernooi hadden we het over Wolfsburg. Als je deze prachtige omgeving nu hebt, mis je dan al alle fabrieken in Wolfsburg? Nou ja, we zitten nu lekker bij een golfbaan, zeg maar, ja, een beetje. Precies, ja. En ja, dat is wel gewoon relaxed of zo, wel chill. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, als wij bijvoorbeeld in de stad of zo zitten, is het ook wel weer leuk of zo. Kun je even een keer langs een koffietentje en gewoon even een koffietje afhalen of zo. Dat is ook altijd wel leuk. Dus ja, of ik het mis, ja. Op dit moment ben ik gewoon helemaal hier. Ben ik helemaal hier gefocust. Dus ja. Ja, we zagen je voorbij rijden in het golfkarretje. Ja, daarom. Ja, ik maak me wel hoor. Hey, ja. Thanks voor je tijd. Gisteren Groene en Willems gesproken, toen had ik wel weer moed. Meer zelfvertrouwen dan ooit. Ja, maar nu heb ik weer wedstrijdspanning. Ja, ja, de onzekerheid. Hè? Voor hetzelfde geld zitten we over 2 dagen weer in Amsterdam. En nou ja, goed. Nee. Woensdag kun je ook zomaar die halve finale spelen. In Rotterdam, daar hangt wel een voetbalsfeertje. Er zijn een hoop Nederlanders, helemaal geen Fransen. Ja, dat is top. Geen Fransen is sowieso altijd top, maar vandaag is het extra top. Ja, extra lekker. Nou goed. Dat brengt me wel weer moed. Ja, geef me ook moed. Ik heb er wel vertrouwen naar. Audrey, we hebben de merchandise kraam en de bankrekening van FC Afkikken geplunderd voor een nieuwe giveaway, zoals dat heet in de video. Jawel, met onder andere een officiële bal, maar eigenlijk belangrijker, vorige keer konden ze een Doncaster shirt winnen, onze favoriete stad ooit. Ja, hele mooie. In ieder geval een mooi shirt. Ja, dat zeker. De winnaar is geworden Teun Kuiltjes. En comment even of je echt kuiltjes hebt, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, we hebben random gekozen. Nou. Maar ik ben er zelf heel blij mee. Want hij zei dat het Fortuna Sittard Stadion het lelijkst was. En sinds Fortuna Sittard en Inigo Córdoba mijn hart gebroken hebben, ben ik heel blij met iedere kritiek die club krijgt. Voor in ieder geval, nou ja, een week of twee. Ja. Daarna vind ik het wel weer een sympathieke club. En hij heeft er echt wel dagen over. Ja. Maar hoe kan je dit nou winnen? Comment even welke kwartfinale nou echt de vetste was die je ooit hebt gekeken. Maakt niet uit waar je hem hebt gekeken, maakt niet uit of het Champions League, eindtoernooi, mannen, vrouwen. Gewoon even commenten waarom. En dan kan je dit pakketje winnen. Wij waren hier binnen met z'n bier. We zijn hartstikke gespannen. We zijn hier een uur voor de wedstrijd. Geen idee waarom. Er is ook verder nog niet. Er zijn nog niet heel veel mensen, maar ja, ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben, man. Ja, dus daarom dachten we gaan eerder het stadion in. Ze maken vast een uitzondering en ze beginnen gewoon vast. Maar nee, dat was niet waar. Yeah!
wil niet naar huis. Nee, Manchester was fantastisch. Ja. De WK was heel leuk. Ik zou Manchester echt aanraden als stedentrip. Echt nice. Ja, als je van bier houdt en voetbal en muziek. Ja. Maar je moet niet voor de natuur komen, want nou ja, er staat nog geen boom op straat. Shaki groene. Ja, het enige groene in Manchester is Shaki. Nou ja, en dat is niet de minste natuurlijk. Nee, sowieso. Dit toernooi gaf me wel hoop voor de lange termijn. Ik bedoel, van Domslaar, Pelova, Brugt. Ja. Dus ja. Wat dat betreft... Je koopt er vanavond helemaal niks voor, maar nee. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jawel. En volgend jaar hebben we een WK, dus liever wereldkampioen dan Europees kampioen. Ja, nou ja, dan worden we gewoon wereldkampioen. Prima. Doe lekker naar Australië. En ja, iedereen wel super bedankt voor het kijken. Het was een waar genoeg om dit te maken. En bedankt voor de superleuke reacties, toch? Ja, thanks. #koppelgoals.